Zo goed als nieuw tegen elkaar namelijk bot, zo heet deze rubriek. En daarin kijken we naar mededelingenborden in supermarkten. Wat mensen zoal aanbieden of zoeken. En uit de Albert Heijn in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde komt het volgende kaartje. Gevraagd, Gouda's gloriepuntjes. Wie kan mij nog helpen aan Gouda's gloriepunten? Voordat we dit oproepje deden op Radio Rijnmond had Johan Tres zelf al ruim 11.000 zegeltjes bij elkaar gespaard. Maar na de oproep op de radio ging het pas echt los. Hij werd overspoeld door enveloppen met zegels van luisteraars. Hier 223. Mooi, dan kijk je hier 399. Nou, het er zijn gewoon geen woorden voor. 30.000 Gouda's Glorie zegeltjes heeft meneer Tres nu. Maar die moesten natuurlijk ook allemaal nog op de spaarkaarten geplakt worden. Als er een brief binnenkwam, dan begon het meestal al te plakken. Dus er was je al 2, 3, 4 uren mee bezig. Nou, hij had het dan over. Ik heb wel 6, 7, 11 loppen gehad. Nou, dan ben ik tot 's nachts bezig. Dan zegt ze, mijn vrouw die zegt van, joh, kom nou eerst eten. Ik zie, joh, daar heb ik geen tijd voor. Na al het sparen en plakken is het dan nu tijd voor het leukere werk. Het inruilen bij de winkel. Hier zo, alsjeblieft. Ga u maar tellen dan, alsjeblieft. Elk zegeltje zal ingeleverd worden. Er zat er niet eentje echt in de prullenbak gaan, want daar ben ik er zeer voor. Ik ben zuinig en geen cent te veel, zei ze vroeger altijd. En wat krijg je dan allemaal voor zo'n stapel zegels? Een stofzuiger, een naaimachine, een papiervernietiger, een tomtom en een pak stofzuigerzakken. En voor wie denkt dat het nu klaar is? Ik had er gelukkig nog over, want dat wasmachine moet er nog een keertje voorkomen. Dus ik heb er thuis ook nog een paar die ik nog moet plakken. En ik denk, ja, nee, dan gaan we daar nog voor. Meneer, bedankt. Ik hoop zo gauw mogelijk u weer te zien. Nogmaals doe je verleggen de groeten.